gaan naar de Pearl. Ik kan het echt niet uitspreken, maar Pearl. Ze hadden me een brief gestuurd van ja, het is weer tijd om je ogen te laten meten. Beats kicking, bouncing with it. Me, my guys chilling. Hold on a minute, cause I see your waist that really up your stairs that really wanna touch me. I really wanna play that. I wanna know who are you? Don't mean to bother you. Sorry, excuse me. We could dance like Luala. Yeah, Luala. We could dance like Luala. Goedemorgen, you guys. Vandaag is het dinsdag 1 maart. Ik ben van plan om naar Amsterdam te gaan, guys. So, ik wil daar even naar de Zara. Ik wil naar de Primark. En daarna ga ik misschien naar de Bios, I don't know. Maar, I don't know. Maar ik ben even aan het klaarmaken. Ik ga toch niet naar Amsterdam. Ik blijf in Rotterdam. Ik ga nu even naar de Primark. Ik moet even een paar spulletjes halen. Ik heb straks met iemand afgesproken, maar ik dacht zo van wat is leuk om te doen en zo. En Bios en I don't like it because I'm gonna fall asleep there. So yeah. Dus ik dacht misschien gewoon een midget golven. Ik ga even naar buiten. Ga ik even een paar spulletjes halen. Ik moet even een paar make-up dingen halen. Gewoon kwasten. Ik weet niet of het goed is van de Brie. Maar ik ga gewoon daar naartoe. Maar ja. Ik ga. Anders. ben ik straks niet op tijd. Maar. Het wordt echt gezellig. Oh. Nou kijk, ik ben onderweg. Goedemorgen, you guys. Gisteren ging niet meer door. Dus nu zien jullie mij in beeld. Ik moet nu weg. Ik moet mijn ogen gaan meten. Omdat. Nou, jullie zien dat in de volgende video. Ik ga er niet zo veel over vertellen, maar ik moet mijn ogen gaan meten. Ik ga naar de Pearl. Ik kan het echt niet uitspreken, man. Pearl. Ik ga daar naartoe. Ze hadden me een brief gestuurd van ja, het is weer tijd om je ogen te laten meten. En ik was echt van plan om echt mijn ogen te laten meten, maar ik wist niet waar. Oh, wauw. Zo, ik heb 4 minuten om haar te doen. Ik ga alleen dit doen, denk ik. Even hiervoor. En als ik thuis kom, oh joh, kijk hier, ik heb niet eens mijn wenkbrauw gedaan. Ik moet, oh ja, zie je wel? Ik ga gelijk zo meteen, want ik moet naar de stad in Rotterdam. Moet ik gelijk een wenkbrauwborstel halen. Want ik gebruik deze, maar hij is niet zo goed. Even wachten tot dit even warm is. Oh, je ziet het niet. Dit even warm is. En dan ga ik naar buiten. Het is echt vroeg. Oh mijn god. Ik heb echt honger, hè. Ik ga snel gaan wat halen. Gewoon om even te eten. En dan ga ik mijn ogen meten. En als ik thuis kom, ga ik echt ontbijten. Ik ga denk ik in de stad ook even eten halen voor in de avond.
gewoon dat ik ga trainen. Even goed eten. Ik wil vervelen. Tjoe tjoe. Ik ga onderweg. Ik heb heel snel mijn haar gedaan. Gewoon even snel voor dit keer. Het is niet echt goed of zo, maar let's go. Guys, I'm home. ik ging mijn ogen ging meten en ik vond het zo awkward. Gewoon like voor de laatste keer. Zo'n laatste keer was in 2012, zei ze. En toen dacht ik, wow, gewoon 12. 10 jaar geleden en ik was toen 14. Oh mijn god. Nee, maar het was toch niet zo lang geleden? Ik denk dat ik misschien 18 was. Misschien bij dat filiaal, denk ik, was 2012. I don't know, maar... of ik weet het zelf niet eens. Het zou best wel kunnen en zo, want ik was best wel jong. En die man zei toen tegen mij van, ja, en als je wat ouder rijdt, hoe word je dan ouder rijden, dit, dat? Ik weet niet. Hij had me toen echt bang gemaakt of zo. Of ja, ik heb echt geen idee wanneer het was. Maar... Of ik was 6. Nee, ik was echt jong. Dus ik was waarschijnlijk 14. Maar ik ga mijn ogen laten meten en zo. En die vrouw vroeg zo van, ja, waarom draag je geen bril en zo. En die vraag, oh, I can't. En daarna zei ik tegen haar van, ja, ik was gewoon een beetje onzeker. En ja, in die tijd, ik was toen nog een tiener. En bril dragen was niet stoer, dit, dat. Maar ik dacht ook bij mezelf van, ja, gewoon een bril dragen, mevrouw. Dus, en je hoeft je daar echt niet voor te schamen. En ik ging gewoon 2 brillen passen. En de tweede was gratis. En ik ging naar de Pearl. I don't know how to say that, maar... en ik dacht, oh, ik dacht zo van, oké, dat is gewoon wat different, like... Is niet erg. En ik wil sowieso in de toekomst ook gewoon lenzen. Of gewoon mijn ogen laseren. Of gewoon... Ja. Ik wil sowieso lenzen. Ik heb al groene ogen en zo. Maar ik wil gewoon wel gewoon lenzen. Maar ze zei ze van... Ja, je moet dan... Het is wel moeilijk om met je nagels lenzen in te doen en zo. Je moet echt gewoon... Ja, ik vind het niet erg om wel of geen nagels te hebben en zo. Like, het was gewoon alleen maar... Leuk voor een tijdje. Maar... Ik moet gewoon een bril dragen en zo. En ik vind dat niet erg. En ik ging toen mijn ogen meten. En ja, het is plus. Ja, ik kan niet van ver zien. En ja, ik kan wel zien. Maar niet echt dingen echt lezen of zo. Want ik kon de onderste regel kon ik echt niet lezen. Ik dacht, ai, ai, ai. Maar ze vroeg alleen aan de bovenste regels, of ik dat kon lezen. En ik dacht, ja, geen idee. Mijn ogen waren, deze ogen zo... Alleen deze ogen zo slecht, like... Oh, maar oké. Okay. Nu ga ik even mijn video editen voor vandaag. Vandaag is het woensdag 2 maart. En ja... De girl, ik moet werken. Ik moet gewoon werken voor mijn centen. Like... I was like 380 voor 2 brillen gekocht voor glazen, like, omdat
Plus, ja, ik had vroeger altijd die dikke glazen en zo. En ik vind dat echt niet mooi. Like, je ziet echt die glazen en zo. En toen dacht ik, ja, doe maar gewoon die tinnen. Like, doe dat gewoon. Dan zie ik er gewoon normaal uit. Like, niet met die shampoo glazen en zo. Maar het is oké. Okay. En ja. Dus, wat wilde ik zeggen? Ja, ik ga even een video editen. En ik ga ook gelijk eten. Daarna ga ik naar de gym. Heb ik nog wat op plan staan? Nee, vandaag video editen naar de gym. En ja, dat eigenlijk. Nou guys, ik ben ready om naar de gym te gaan. Ik heb mijn kleding hieronder aan. Sport BH, mijn kleding. Ik heb eigenlijk echt geen zin. Maar ja. I was sleeping. So, ik ga me klaarmaken om te gaan slapen, omdat I fell asleep. Dus vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Deze kanaal. Ik kan niet eens Engels en Nederlands praten. Oh my god. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren, te liken. Positive vibes, good vibes, you know. ik zie jullie wel dan bij een andere video. Ja, dat was het. Doei.